De film Pijnstillers gaat vanavond in première en wij zijn best benieuwd hoe de cast en crew in hun puberteit waren. Hoe was het om de rol van moeder te spelen? Het was heel mooi. Was het te gek om de moeder van zo'n lieve, mooie jongen als Gijs te mogen spelen. En ja, ik heb natuurlijk ook een zoontje van 5, maar dit is dan een grotere jongen. En het was een hele mooie rol om te spelen. Ja. Ja, want het was best zwaar. Het is een heftig onderwerp. Neem je dat mee naar huis of schud je dat van je af? Nou, ik moet zeggen dat tijdens de eerste 5 opnamedagen die we allemaal hadden, waar eigenlijk de laatste scènes van de film zijn opgenomen, dus afscheid eigenlijk wat we van elkaar nemen. Van de eerste 5 draaidagen was dat samen. En toen was mijn man en ons zoontje, die zijn een paar dagen ook, waren ze niet thuis. Ze waren met familie aan het logeren en dat vond ik wel fijn. Want ik kwam thuis en ik was toch in een bepaalde mineur en 's ochtends werd ik wakker en dan voelde ik me toch onheimisch en een soort van verdrietig. Maar op een goede manier. Het was goed dat ik niet thuis gelijk weer aan hoefde te gaan en weer blij. Ik mocht gewoon even in die bubbel blijven. Dat is wel heel erg fijn tijdens het draaiproces. Hoe belangrijk waren jouw ouders toen je een puber was, kort geleden? Nou, heel belangrijk natuurlijk. Je ouders zijn, ze helpen je door moeilijke en door leuke tijden heen. En natuurlijk als puber is het altijd even moeilijk om toch je omgang te vinden met je ouders. Maar ouders blijven heel belangrijk, hoe oud je ook wordt, denk ik. Hoe was het voor jou om je in te moeten leven in je rol? Ik had een vrij makkelijke rol. Het was een grappen maken en ik hou natuurlijk zelf ook altijd wel van grapjes. Maar het is vooral veel repeteren en veel praten met de regisseurs over wat zij in hun hoofd heeft. En dan kom je heel gauw makkelijk tot een rol. Okay, ben je tevreden met het resultaat? Ja, zeker tevreden. Ja. Nou, mijn ouders zijn heel belangrijk voor me. Ze zijn niet heel vaak thuis, maar als ik ergens mee zit of zo, dan zijn mijn ouders er wel altijd voor me. En dat vind ik ook heel fijn. Heb je een moment gehad dat je ze wel kon schieten? Of misschien dat ze heel gunstig waren? Ja, echt heel vaak. Als ik dan een ruzie heb met mijn zus of zo en dan komen mijn ouders voor mijn zus op in plaats van voor mij, dan denk ik echt van, oh, doe normaal, hè. Kom ook een keer voor mij op. Lijk je wat dat betreft een beetje op je ouders? Ja, ik heb wel meestal de dingen waar ik me aan irriteer, juist aan mijn ouders, daar zie ik dan soms mezelf in terug en dan is het van, laat maar. Hoe belangrijk zijn jouw ouders geweest tijdens jouw ontwikkeling als puber? Ja, heel belangrijk. En ik ben vooral opgevoed door mijn moeder, dus dat is echt, we hebben een hele goede band met elkaar. En dat merk je ook in alles, want we doen alles samen en het is een hele fijne ervaring. Ze hebben me heel erg goed met alles doorheen gesleept, zeg maar. En heb je ook wel eens een moment gehad dat je moeder kon schieten? Of? Tuurlijk, maar dat heeft iedereen denk ik wel. Maar eigenlijk over het algemeen zijn we gewoon beste vriendinnetjes. En dus het is gewoon heel fijn hoe we met elkaar om kunnen gaan. Heeft iemand je wel eens verteld dat je op Emma Watson lijkt? Nee, nog nooit. Maar dat deze keer dus. Oké. Dank je. Je hebt een best zware rol. Neem je dat mee naar huis? Schud je dat van je af wanneer je de set verlaat? Ja, qua emotie wel. De rol zet ik wel weer van me af als ik thuis ben. Maar als ik een hele lange draaidag heb gehad bijvoorbeeld, dan ben ik thuis wel moe. Ga ik op de bank liggen en dan kan ik niet ineens weer helemaal vrolijk zijn of zo. Maar ik neem het ook in zekere zin mee naar huis. Is dat ik na een lange draaidag, dan meestal als ik thuis kom, dan is mijn moeder en mijn vader, die zitten dan nog beneden en dan drinken we een kopje thee en dan hebben we het over de dag. Van wat hebben jullie vandaag gedaan en hoe ging het? Of ik heb het al over de volgende dag van een hele bijzondere scène die we dan gaan opnemen en dan bespreek ik dat even met hun. Maar dat is niet praktisch, dat is gewoon puur gewoon leuk om over te hebben. Het is gewoon puur interesse. Nou is het best een heftig onderwerp. Neem je zo'n verhaal mee naar huis of schud je dat van jou? Je bent er heel erg mee bezig in de voorbereiding, dat het een zwaar thema heeft. Dus daar hou je heel erg rekening mee en ook tijdens het opnemen van die specifieke scènes. Maar er zijn ook heel veel leuke scènes waar je om kan lachen in de film. Dus op dat soort momenten dan laat je dat ook wel los. Want je kan niet alleen maar de hele tijd met een droevig gezicht rondlopen. Hoe belangrijk waren je ouders toen je kort geleden nog puber was? Heel belangrijk. Ze proberen me vaak te helpen en als puber ben je toch wel heel koppig en wil je vaak je eigen denken dat je het beter weet.
Dus ik ben heel goed geholpen door. Ze hadden veel geduld met me. Dus als jullie kijken, bedankt daarvoor. Veel jongeren hebben de boek al gelezen, het boek. Waarom zouden ze nu de film moeten gaan bekijken? Ja, omdat het prachtig gespeeld wordt. Gijs Blom speelt werkelijk een zo mooie rol samen met Birgit Schuurman. En het boek is natuurlijk toch weer anders dan het film. Je ziet het dan helemaal verbeeld worden en verschrikkelijk ontroerend en mooi. Ik denk dat iedereen er naartoe moet.